Dit is de Weekupdate van Brugklas. Nick heeft net zijn proefwerk wiskunde terug en wil even relaxen. Maar hij raakt Gyro maar moeilijk kwijt. Wanneer gaan we beginnen? Nou, het hoeft volgende week bezaf, dus vandaag in ieder geval niet. Maar als jij zo stoer bent, dan durf je een stuk wel pranks uit te halen, of niet? Of durf je dat niet? Nee, dat snappen wij, hoor. Ja, dat snappen we heel goed. Een prank die hoort gewoon grappig te zijn. Het is grappig. Dat hoor je toch gewoon grappig te zijn. En als iemand in het ziekenhuis belandt, dan is het niet grappig. Dat gebeurt niet. Hé, we kunnen ook gewoon een draadje tussen de deurpost spannen. Ik bedoel, dat is gewoon... Hoor je wat je zegt? Tussen de deurpost. Dat is echt suf, gast. Als we zoiets gaan doen, dan kunnen we het net zo goed niet doen. Later die dag is er iets goed mis. Wat is er gebeurd? Ja, iemand die heeft aanschot geklinkt. Max. Ik moet in het ziekenhuis. Kan iemand een leraar halen, alsjeblieft? Ik haal een leraar. Goh, iemand had een draad gespannen. Nick, jij hebt dit gedaan, hè? Ik heb dit helemaal niet gedaan. Gast, ik zeg het toch vanochtend samen dat vislijntje voor de mediatheek? Ben je maar gek geworden of zo, man? Ik heb dit niet gedaan. Ja, wat? Je hebt dat niet gedaan? Ik zag je toch staan? Dan zeg toch dat het je broer was. Ik ga dus echt nooit mijn broer verraden, ja? Max heeft jou zien lopen met dat touw. Dat vind ik wel heel toevallig, ja? En dit helpt ook niet mee dat je nu een beetje je onschuld zit vol te houden. Omdat ik onschuldig ben, meneer. Ik heb dat helemaal niet gedaan. Ik kan u namelijk garanderen dat Nick het niet heeft gedaan. We waren samen in de pauze en hij had het touw toen nog bij zich. Dus hij heeft het nooit in de fietsenstalling kunnen doen. Het is maandagmiddag en Milans aandacht zit ergens anders. Sinds Jamie wat nieuwe informatie heeft gegeven over klasgenootje Fenna. Ik kan. Inderdaad. Dacht je dat het goed ging of niet? Ja. Hé, sta je niet zo aan, man. Zie je later, Fen. Nee. Zijn wij vrienden of... Vind ik je misschien nog een beetje leuk? Ja. Ja, ik denk dat wij geen vrienden kunnen zijn. Ik vind Milan wel leuk. Alleen zijn kleding en haar niet. De woorden van Fenna hebben toch indruk gemaakt op Milan. Misschien moet hij zich toch aanpassen? Leuk haar heb je en outfit heb je aan. Ja, iemand wees me erop dat ik gewoon wat moest veranderen. Mijn punt is dat ze iemand anders van je probeert te maken. En je bent leuk zoals je bent. En trouwens, als je niet toegeeft, dan... geeft dat een beetje een bepaalde boodschap. Dan denkt Fenna straks dat ze echt alles kan beslissen in de relatie. Ja, heb je eigenlijk al nagedacht over of je verkering wil? En ik vind je ook heel erg leuk. Dus, wat wordt het? Ja. 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 Een tijdje terug is de vader van klasgenoot Ali overleden. Maar wat niemand behalve Soraya weet, is dat hij geen aardige man was. Soraya zag het verlies van Ali's vader dan ook als iets goeds. Ik heb gehoord dat Ali vandaag weer op school komt. En misschien is het wel een goed idee als je meteen je excuses aanbiedt. Maar ik denk dat je het meest behoefte hebt aan goede vrienden. Jammer dat hij niet zulke goede vrienden heeft, hè, Steve? Want schrijven dat het goed is dat iemands vader dood is, dat kan toch niet? Waarom bemoei je met mijn zaken? Dat zijn gewoon dingen die jou niet aangaan. Ik bedoel het alleen maar aardig, hè? Ik wil gewoon dat je weet wie je echt vrienden zijn. En wie verraders zijn. De enige verraad die hier is, dat ben jij. Oké. Hoezo zou ze anders dat briefje schrijven? Omdat ze gemeen is natuurlijk, hè? Omdat ze aardig is. Zij is de enige die weet wat voor man mijn vader was. Sterker nog, hij sloeg me en hij schold me vaak uit. Nou goed? Dat kon ik niet weten, ja? Ja, dan moet je dat eerst wel even checken voordat je een rolle de wereld in hielp. Dus omdat niemand begreep waarom ze dat briefje heeft geschreven, keek iedereen eraan alsof ze gek was. En nog had ze me niet verraden. Dan ben je wel echt goede vrienden. De volgende dag komt Soraya voor een moeilijke keuze te staan. Zullen we een potje voetballen? Ik heb het eigenlijk best wel druk, sorry. Oké, dan zie ik je morgen. Ik wilde eigenlijk mijn moeder gaan helpen in het magazijn. Want hoe meer ik help, hoe minder zij hoeft te werken en hoe gezonder ze blijven. Op zich kan het thuis ook wel even wachten. Ja, zeker weten? Ja. Mijn moeder zei zelf nog dat ik Ali het beste kan helpen door hem afleiding te bezorgen. Door het voetballen met Ali komt Soraya later dan normaal thuis. Je moeder is van het keukentrapje gevallen. Ze was wat kasten aan het uitruimen in het magazijn. Maar ze kon er net niet bij, ze stond op een trappetje. En dat ding viel opeens om. Ze maakte een enorme smak. En nu is haar heup gebroken. En ze heeft ook nog een hersenschudding. Ja, ik blijf hier wel helpen dan, nu, denk ik. Dat is heel fijn. Maar alleen als het kan, hè?
Ja, tuurlijk. Het is echt geen probleem. Ik had alleen vandaag een beetje druk, maar het is echt... Ja. Yeah. De ouders van de klasgenoten uit Jairo's klas worden vanmiddag op school verwacht voor de 10-minuten gesprekken. Iets waar de leerlingen erg mee bezig zijn. Misschien dat de lesstof te makkelijk is voor hem. Ik vraag me wel eens af of hij het op een andere school niet beter zou zijn, dat hij dan meer wordt uitgedaagd. Maar wij denken dat onze zoon hier niet ten volle wordt uitgedaagd. Niet dat dit geen goede school is, nee. Natuurlijk. Mijn ouders willen dat ik een of ander traject ga doen voor hoogbegaafden. Maar er is hier helemaal geen traject voor hoogbegaafden. Precies. Dus ik moet waarschijnlijk naar een andere school. Mevrouw, kan ik het even met u ergens over hebben? Ja, tuurlijk. Over dat 10-minuten gesprek van net. Ja, oh, dat is heel mooi, want ik heb dat je daarover begint. Ik heb net meneer Van Morselt gesproken en mevrouw De Wilde. En zij staan er heel positief in, allebei. Dus het wordt een enorme uitdaging, mooi. Nou ja, even daarover. Ik wil het niet. Ja, ik denk gewoon dat ik dat traject niet aan kan. Want ik moet nu al echt veel te hard mijn best doen om hoge punten te halen. Maar ben je misschien een beetje onzeker erover? Want dat kan, hè? Dat is ook helemaal niet erg. Want dat snap ik ook heel goed. Het is natuurlijk wel een niveau hoger wat je gaat doen. Ik wil dit helemaal niet. Die mensen hebben me opgevoed alsof ik hun zoon ben. Ja, Steenkamp kan toch ook wel begrijpen dat ik daar niet tegen ze in kan gaan? Nou, ik wil dit echt niet. Daar heb ik echt geen zin in. Maar dit heeft niet zozeer met wel of geen zin hebben te maken. Dit gaat erom wat het beste is voor jou en voor je toekomst. In dit geval moet je gewoon luisteren. Ja, heb ik geen mening dan? Nee, in dit geval zit je ernaast. En kinderen hebben nu eenmaal geen zeggenschap over sommige dingen. Zoals of je naar school gaat, of je gehoorzaam bent. Dat snap ik ook wel. Ik snap echt wel dat ik niet bepaal of ik op naar school ga. Maar ik mag dan wel zeggen waar ik naar school wil. Kijk, we zouden natuurlijk ook nog ervoor kunnen kiezen dat we het brugklasjaar afmaken. Dus we wachten even dit jaar af en dan kunnen we alsnog kiezen om een niveau hoger te gaan. Ja, maar dan mist hij wel weer echt een heel jaar, hè? Dat is een langer traject. Ja, dat vind ik niet erg. Ik heb liever een extra jaar op school. Dat ik het leuk heb dan dat ik het niet leuk vind. Ja. We kunnen hem ook niet dwingen. Ik ben het er duidelijk niet mee eens. Maar ik kan hier ook niets tegen inbrengen. Het is dinsdagochtend op het Koning Willem-Alexander College. En tweede klasser Nola begint haar eerste pauze van de dag nogal vervelend. Niet alsof ik het zo goed heb gemaakt. Zo dom. Ik heb zo gezien om de pauze eraan te besteden. True. Mega ongezellig. Wat? Hè? Wat is dat? Gadver, kijk dan. Hoe kan dit? Eeuw, wat vies. Had je een beker melk in je kluisje? Je ziet hier toch geen beker in staan? Iemand heeft sowieso een geintje uitgehaald. Kijk dan, mijn hele schriften zijn vernacheld. Ja, ik denk gewoon bijna dat het geen grapje is. Want de laatste tijd gebeuren er gewoon rare dingen. Hè? Hey. Waar is je zadel? Geen idee. Het is toch freaky? Eerst die melk en nu dit? Iemand heeft het sowieso op mij gemunt. Ik heb het vanochtend uitgemaakt met Roos. Oh. Rot voor je? Misschien heeft Roos hier wel mee te maken. Ze is wel echt gek, hè? Iedereen kijkt misschien door die freakshow van jou heen, maar ik niet, hè? Roos, ik praat tegen je. Wat denk je? Ik weet dat je al die spullen in mijn kluisje hebt gedaan, dat je mijn ventiel door hebt laten leeglopen. Waar slaat dat op? Waar slaat dat op? Waarom denk jij dat het uit is met Jesse? Weet ik veel. Nou, misschien omdat je mijn hele verkering met Jesse hebt verpest. Dus je geeft toe dat je alle dingen met mij hebt gedaan. En sowieso, waarom heb ik jouw verkering verpest? Ik heb er niks mee te maken. Nou, volgens mij is Jesse nog niet over je heen. Weet je hoe vreselijk dat voelt? Als je super gek op iemand bent? We zijn gewoon vrienden. Nou, volgens mij hebben gewone vrienden het niet zo vaak over elkaar als jullie. Ik kan me echt niet voorstellen dat Jesse mij leuk vindt. Hoewel Roos een beetje raar is, ziet ze hier echt dingen die er niet zijn. Wist je dat je ook op YouTube onze improvisatieshow kan zien? Yes! Veel kijkplezier! Yes!